Dames en heren, hartelijk welkom bij Klaagmuur TV. Vandaag bespreken we een thema dat het bewustzijn van iedere kijker moet verhogen. Een Vlaamse man deed een oproep op internet. Hij zocht een kind van tussen de 2 en 12 jaar oud om te martelen, desnoods tot de dood erop volgt. Een Nederlandse journalist ontdekte deze oproep en meldde de man dat hij dat mogelijk kon maken. Tijdens de eerste afspraak toonde de man hem foto's van zijn eigen kinderen terwijl ze misbruikt werden en beloofde geld wanneer deze hem een nieuw slachtoffer kon bezorgen. Bij de tweede afspraak had de man zijn marteltuigen bij. Toen de Vlaming bij hen stond, bij zijn kofferbak, kwam de politie tussen beiden en arresteerde hem. Het ergste is dat je over dit schandaal bijna niets hoort behalve een kleine melding in een lokale krant. Is zoiets ondertussen al bijna normaal dat het zelfs geen hoofdpagina verdient? Zijn we al zo afgestomd? Of zijn er ondertussen dieperliggende gronden? Indien u ook klachten heeft tegen de media, kan u deze altijd melden op www.klagemauer.tv. Hartelijk bedankt voor het kijken. Wij wensen u nog een goede avond.